van voer hebben. Maar het is hier de hele middag muisstil geweest. Ze zaten hier en gebeurde niks. Geen harems die rondlopen, voedsel zoeken. Er zitten een stukje wat in een boom. Dat gebeurt ook nooit, hè, dat ze in een boom zitten. Een baviaan die zoekt in geval van nood een plekje in een... Maar ook die andere drie keren zijn we er nooit achter gekomen wat nou precies aan de hand was. Nee, want je denkt dan, die beesten die vuurden iets aan. Een aardbeving of een zware onweersbui. Ja, maar dat is niet één keer in de 6 jaar een zware onweersbui. Dus nee, we hebben al die keren wel nagekeken. Ondanks de honger die ze hebben, zie je daar de wortel en alles nog liggen. Ja, dat is toch heel apart, hè? Het is een hele gekke situatie. Ja. En we zouden graag willen weten van wat daar nou de oorzaak van is. Maar ja, zolang dat niet het geval is, dan kunnen we er eigenlijk ook niks aan veranderen. Nee, want eigenlijk dierennazi wist het ook niet. Nee, niemand die het weet. En we zouden het graag willen weten, want dat is natuurlijk veel beter voor onze bavianen. Maar ja. Het is het mysterie van de baviaan. Van deze beesten weten we eigenlijk nooit wat er in de schedel omgaat. Ja, die rode kleur van mijn neus, die kom je ook bij die bavianen tegen. Kijk maar eens goed.